schermen ging het heel erg goed en ik stond mee te kijken op de video. En ja, ik ben natuurlijk ook heel nerveus. En, maar ik dacht van wauw, het is zo mooi. Het zag er op de video al zo mooi uit en, met het decor. En, ja, ik weet niet of je dat weet, maar Tommy Driessen die is met mij al maanden bezig met het hele concept van de show en de juiste decor. En Tommy kwam met het idee, die zag mijn tekening, mijn collectie en die ging vertellen. En die zei, hey Mo, moeten we niet zus en zo? En daar hebben we gewoon heel lang samen aan gewerkt tot op vanochtend, vanmiddag eigenlijk nog. En om dat dan zo terug te zien op camera, je ziet eerst van de afstand hier in de zaal. Maar dan op camera terug te zien en dat het werkt met die kleding erin. Het klopt. Alle puzzelstukjes vielen samen. Ik begon eigenlijk op een gegeven moment schetsen. En toen dacht ik aan barok en boudoir. En daar wilde ik echt iets mee doen. En naarmate ik ging schetsen, dan gaan ook weer schetsen weg. En toen kwam ik toch steeds meer, ja, dan wordt het een beetje uit elkaar getrokken. En dan gaat mijn sausje, zeg ik altijd, eroverheen. Ik ben nooit helemaal echt weg geweest, want er werd nog steeds kleding van mij gedragen of gevraagd. Maar voor mijzelf wel, dus die druk was ook wel. Die heb ik steeds meer gevoeld, in het begin niet. Want dan, ja, ik was lekker aan het ontwerpen en op een gegeven moment ging ik met Yveske praten, omdat ik tijdens het ontwerp aan haar dacht, et cetera, als muze. En dan wordt in één keer die druk groter, omdat mensen daar het ook over gaan hebben natuurlijk. En toen dacht ik, ja, en dan was ik ook nog aan het schetsen. En terwijl ik dacht, oh jee, dit is misschien wel eens mijn belangrijkste collectie ever. En toen raakte ik natuurlijk weer emotioneel en toen dacht ik, oh ja, en mijn meest emotionele collectie. En ik heb het wel droog gehouden, dus ik ben eigenlijk wel heel trots op mezelf. Want we hebben heel wat traantjes al achter de schermen, ook vandaag weer even gelaten met elkaar. En vanochtend met mijn team, ik heb een heel jong culturenteam. En als je dat nu ziet, hoe ze eraan hebben gewerkt. Ik denk dat er tussen de 2.000 en 4.000 manuren in zitten in die 20, over de 550 meter stof. Om maar iets aan te geven, we hebben alles gemaakt. Dus ieder richeltje, dingetje, roesje, een handsborduur en noem maar op. En ze bleven maar gaan. En het was niks was te veel. En als ik zei, nou, er moet nog iets bij of er moet iets zus. En gewoon tot gisteravond laat, weekenden, heb ik niet gevraagd. Gingen ze gewoon zelf. Ja, hoe gelukkig kan ik dan zijn? Ik ben intens gelukkig. APPLAUS.